Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben wakker geworden in Gent. Supermarkthotel, beetje apart personeel, want ik mag niet binnen eten. Ik moet echt buiten eten. Maar ze wilden wellicht een uitzondering gaan maken omdat ik hier wil gaan editen. Maar goed, ik ga dus eventjes eten bestellen. En de dag lekker beginnen. Clipshoot van Joris al begonnen. 'S Ochtends heel vroeg, dus ik doe het lekker rustig aan. En ga straks even lekker zelf editen. Oh jezus, het eten in het hotel was dramatisch. Want het kwam er niet en het duurde allemaal lang en bla bla. Uiteindelijk heb ik het gewoon gecanceld. Omdat ik nu gewoon maar richting Antwerpen ga rijden. En het internet was ook echt belabberd. Het duurde 2,5 uur om een video te uploaden. Toen dacht ik, nou, dat valt nog best mee. Dan laat ik hem gewoon hier de hele tijd staan. Maar toen versprong hij elke keer, viel het internet er weer uit. En weet ik het wat. Dus daar kon ik echt heel weinig mee. Goed, ik ga nu even adres invoeren van de bestemming in Antwerpen. En dan zie ik jullie zo weer. Gent, superleuke stad. Maar alles is afgesloten, dus dan doe ik er weer een half uur over. Dan staat het weer 44 minuten. Dan is het weer langer, dan is het weer korter. Ik word er niet goed van, het is net dat uploaden. Ik weet niet waar ik aan het doen ben vandaag. Ik ben in Antwerpen en Thijs is naar het toilet. Maar we zitten nu even op het terrasje en we gaan even wat eten. Want ik heb nog steeds niet gegeten, het is inmiddels 2 uur. Alleen er is weer allemaal gedoe met dat wat we willen kan niet voor de lunch en bla 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 bla. Dus ik ga eventjes iets anders zoeken. Wij gaan lekker eten. Carpaccio en een salade caprese. Zo, dankjewel. Wij hebben net lekker gegeten en eventjes naar de Zara geweest. Ik heb even een outfit change gedaan, want het was zo heet. De shirt en broek, allebei Zara. Zara. En jij hebt een hele leuke rok gekocht. Maar die kunnen jullie niet zien. La 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 la. We zijn alweer heel de dag in Antwerpen. En zijn die clip aan het schieten in een club. En ik heb net eventjes mijn auto verplaatst. En toch maar betaald. Want anders kreeg ik een boete van 200 euro. En daar zat ik niet echt op te wachten. Maar ze hebben hier wel het betalen of betaald parkeren hier is goedkoper dan in Nederland. En de boetes schijnen ook iets goedkoper te zijn qua snelheid. Dat is wel chill. Niet dat je daardoor lekker boetes moet maken hier, maar goed. Ik heb een Fanta en een cola gemixt. En dat was vroeger bij ons op het eindfeest op de basisschool. Noemden ze dat altijd een Spacey. En ik ben vandaag niet alleen. Ik ben met Lloyd. Spit even een paar bars dan. Oké, ja. Wintersessie, ijskoud. Ik ben met Monica. Alles gaat elektronica. Hier komt Thai aan. Maar die vindt er geen reet aan. No Mickey. Wow. Ijskoud, wintersessie. Zo, je ziet me bijna niet. Het is inmiddels, hoe laat is het? Het is 11 uur. Ze zijn nog steeds bezig met de clip schieten. Het voelt echt veel later. Het voelt echt alsof het al 3 uur 's nachts is. But it's not. Wordt volgens mij wel echt een hele leuke clip. We wachten nu tot het een beetje klaar is. En dan weer richting Gent rijden naar het hotel. En dat is eigenlijk de dag. En morgen nog een dag die clip schieten. Dus ik heb eigenlijk vandaag niet zoveel gevlogd. Maar het is eigenlijk alleen maar zitten en wachten. En ja, ik kan niet echt dingen gaan filmen van die clip, want die komt er binnenkort aan. Dus dat is het eigenlijk. Dat is heel mijn dag. Excuus voor deze bloedsaaie vlogs. En meer kan ik er niet van maken. Dit was mijn spreekbeurt. Doei! Jee, het is 12 uur. Ik zit met mijn nekkussentje om in de auto. En we kunnen eindelijk naar Gent. Jee! En ik heb mijn nepwimpers afgetrokken. Ik was er klaar mee. We zijn weer terug en ik ga lekker slapen. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik je heel graag morgen weer. Doeg! Vond je van vandaag? Vond je van vandaag? Ja. Leuk? Heb je ook gevlogd? Mooi video.